Klanten van tv, telefoon- en internetaanbieder Kaiway hebben maandag urenlang zonder verbinding gezeten. Rond 7 uur 's avonds vielen de glasvezeldiensten uit door een stroomstoring. Kaiway liet vervolgens een noodstroomvoorziening plaatsen. Rond 1:10 gisteravond was de verbinding weer in orde. Maar vanmorgen rond 7 uur ging het weer mis. Tijdens het terugschakelen van de noodstroom naar de netspanning ging het verkeerd. Inmiddels zou iedereen weer verbinding moeten hebben. Het bedrijf biedt excuses aan voor het ongemak. Kaiway ziet voorlopig geen behoefte om de problematiek op camera uit te leggen.